Welkom in Essen, in het Duitse Ruhrgebied. En waarom zijn we hier deze week? Omdat hier nog tot 19 september de Ruhrtriennale loopt. Dat is een groot muziektheaterfestival, een van de grootste in Europa. En misschien bent u ook al met ons mee geweest naar de Ruhrtriennale. We hebben al een aantal jaren reizen georganiseerd naar de Ruhrtriennale. Dit jaar ging het niet door, maar na een van de dingen die we met u eigenlijk dit jaar wilden bekijken, daar ben ik dan zelf toch nog even naartoe. Want dat is, zoals de titel van die installatie ook al zegt, Euphoria. Het is om euforisch van te worden. Dat zijn wij werkelijk. Ik ben daar net binnen geweest in die installatie. Het is de nieuwe filminstallatie van Julian Rosenfeld. Een videokunstenaar. En die heeft werkelijk een fantastisch werk gemaakt de laatste anderhalve jaar volgens mij. En op verschillende plekken in de wereld opnames gemaakt. En hij laat 2000 jaar van onze geschiedenis, van een mensheidsgeschiedenis, van onze hebzucht zien. Mocht u nog in de gelegenheid zijn, kom hier naartoe. Tot 10 september is Euphoria nog te zien, hier in Essen, bij het Zeche Zollverein. En alleen het Zeche Zollverein, een oude mijncomplex, industriecomplex, is sowieso een bezoek waard. U hoort het, ik ben euforisch, zoals altijd bij de Ruhrtriennale hier in het Ruhrgebied. Het is helemaal niet zo ver, een uurtje rijden vanaf de grens. Dus mocht het nog kunnen voor u, dan ga dat zeker doen. Dus dat was Zout op zaterdag vanuit Duitsland, vanuit het altijd weer fascinerende Ruhrgebied. Tot volgende week.